Hallo YouTube! Hallo YouTube! Zijn we weer? Yeah! Yeah! In de vlog van vandaag gaan we het hebben over waarmee te beginnen. De verschillende manieren van dampen en nicotine. Ja. Ja. Hooikoorts, een beetje last van kriebel in mijn keel. Ja. Ja, waarmee te beginnen en verschillende manieren van dampen hebben al eigenlijk mee te maken met op wat voor manier je rookt. Ooit of gerookt hebt, bedoel ik eigenlijk. Ja, maar als je zeg maar wil gaan stoppen met roken, is het wel handig om te weten wat voor een apparaatje. Ja. Wat voor een beginnerset je het beste kan aanschaffen. Ja, het is handig als je, zeg maar, als je begint met dampen, dat zeg maar manier van dampen een beetje overeenkomt met hoe je rookt. Ja, met hoe je rookt, ja. Dat je een beetje dezelfde beleving hebt. Ja. Want dan, dat is gewoon de beste manier om te stoppen met roken. En ja, want dat geeft je gewoon het meest de meeste voldoening. Ja. En is de overstap ook wat minder zwaar. Ja. En ook met hoeveel nicotine je begint. Ja. Over het algemeen is de regel dat als je begint met dampen, is dat je... als je begint met dampen en wil overstappen van roken, is dat je eigenlijk die nicotine zo hoog mogelijk als je eigenlijk aan kan begint. Dat je daarmee begint. Ja. Dus zeg maar, als je dan de TPD neemt, is dat helaas 18 milligram, wat een beetje de max is. De max is 20, maar dat zie je bijna nooit. Nee, het hoogste wat ik hier in Nederland heb kunnen kopen is 19. 19, ja. Ja, van... Van die website waar je toen ook mijn beginnerset vandaan hebt. Maar ja, dat ligt ook aan wat voor een apparaat je hebt. Want je hebt natuurlijk mouth-lung en direct-lung. Daar hebben we het al in een eerder filmpje al een keer over gehad. Ja. En eigenlijk ben ik de afgelopen tijd achtergekomen dat je op verschillende manieren rookt en dampt. Voor mij, ik ben nog steeds half mouth-lung, half direct-lung. Ik neem altijd nog een teug lucht achteraan als ik aan het dampen ben. En voor mij is gewoon de smaak als ik inhaleer gewoon heel belangrijk. Ja, ja. En jij hebt het weer anders. Ja, ik ben meer van de exhale, zeg maar. Ja. En daarom wil ik ook zoveel mogelijk damp hebben, want dan heb ik lang smaak. Ja. En dat vind ik lekker. Ja, en ik inhaleer ook veel langzamer. Ja. Maar als ik ook kijk naar hoe wij vroeger rookten... Jij was een hele snelle roker. Ja. Jij haalde hele diepe teugen eraan en je sigaret was zo op. Ja, maar ik deed wel, zeg maar, mouth to lung, zeg maar. Het was al zo... Zo dat. Ja, maar jij nam wel best wel harde hijsjes eraan. Ja. Terwijl ik gewoon heel zachtjes gewoon zip, zip, zip zat te roken. En voor jou was eigenlijk je mouth to lung beginnerssetje niet echt... Het gaf wel voldoening, ja, maar... Het was genoeg voor mij om over te stappen. Ja, maar je verlangde wel naar meer. Ja, toen ik die Subox Mini kreeg en zeg maar die restrictive lung hits van dat kangerspul, ja. Dat was perfect. Ja. En nu zit ik aan mijn velocity. En... Maar over meer in een ander filmpje trouwens. Ja. En... Ja, en met de manieren van hoe je dampt en wat voor een beginnerset het beste is voor je, dat... Heeft ook weer gevolgen voor wat voor nicotine je moet nemen. Want als je bijvoorbeeld een roker bent die gewoon direct inhaleert, dan heeft een mouth to lung apparaat om mee te beginnen eigenlijk weinig zin. Want dan krijg je gewoon niet de voldoening eruit en niet de nicotine eruit die je zou willen. Ja. En kijk, als je direct begint op mouth to lung, dan heb je veel hogere nicotine nodig. Kijk, ik ben begonnen met mouth to lung op 18. En toen ging ik naar de direct lung. En toen ben ik naar 6, maar dat ging niet helemaal goed. Toen 12, dat vond ik te hoog, en dus 9 gegaan. Dat is gewoon iets waar je zelf achter moet komen. Kijk, je merkt het gewoon, als een vloeistof te hoog aan nicotine is, merk je het heel snel. Dan krijg je gewoon nicotine high. Ja. Dat is dus als je gewoon met een paar hijsjes gewoon licht in je hoofd wordt. Van die opvliegers. Ja, je krijgt het opeens heel erg warm. Ik vergelijk het met, zeg maar, als je gewoon heel de tijd buiten op het terrasje hebt gezeten. En je gaat naar binnen waar het echt een heel stuk warmer is. En je hebt een behoorlijk biertje op. Of in ieder geval een behoorlijk bakje op. Dan ga je naar binnen en dan krijg je het opeens zo heel warm. En dan word je licht misselijk. En dat gevoel
is eigenlijk hetzelfde, een beetje hetzelfde als een nicotine high. Ja, en trouwens, als je, dat is, ben je eigenlijk, zoals dat heet in de dampmachine, ben je nicked out, zoals dat heet. En het is zeg maar, dat is wanneer je lichaam je vertelt dat, dat ze genoeg nicotine heeft, maar dan zit je echt nog, je zou denken van, oh, dan ben je op het randje van overdosis, maar dat is niets minder waar. Je kan nog steeds flink doordampen als je wil, alleen uiteindelijk word je echt misselijk. Ja. En dan zit je nog steeds niet op het, op het niveau van een overdosis. Nog steeds niet. Nee, want je lichaam die verzet zich er tegen voordat je een overdosis krijgt. Want het is er gewoon heel moeilijk om een nicotine overdosis te krijgen. Zeg maar, dat gevoel ken je niet, maar het is zeg maar vergelijkbaar met te veel koffie drinken. Want zeg maar, uiteindelijk gaat dat je tegenstaan en dan hoef je gewoon niet meer. En dan dat is hetzelfde met dampen. Als je aan je tak zit, zit je aan je tak, dan heb je gewoon geen trek meer. Dan damp je niet. Nee, dan zet je hem weg en toen ik net overging naar Mouth Belong en ik die 6 milligram nicotine had, ik bleef echt aan dat ding lurken. En dat is ook zo, dat merk je gewoon ook als je dus te laag zit in je nicotine. Je blijft lurken en je blijft het ding vasthouden en ja, op een gegeven moment zet je hem gewoon neer omdat je tank warm is en omdat je batterij warm is. Dus dan heb je zoiets van oké, mijn tank is warm en die is echt heet en mijn batterij wordt warm. Weet je, ik laat hem gewoon even staan, want dat is beter voor mijn mot en mijn batterij. Maar eigenlijk wil ik nog wel meer. Dat, als je dat hebt, dan zou ik gewoon even een stap omhoog gaan qua nicotine. Als je dat bijvoorbeeld op 6 zit, moet je naar 9, van 9 naar 12, van 12 naar 18. Ja, en ja, ik ben dan van 6 naar 12 gegaan, dat vond ik dan weer te hoog. Maar ja, je kan ook gewoon even naar een dampwinkel gaan en daar gewoon vragen of je mag uitproberen. En meestal weet je of je te hoog zit met 4 hijsjes, weet je het echt wel. Ja. Te laag is wat moeilijker, dat merk je eigenlijk meestal van als je dat ding langer als 5 minuten, ja, maar langer als 10 minuten in je handen hebt en nog steeds aan het hijsen bent, dan zou ik gewoon even een stapje omhoog gaan. Ja, dat is eigenlijk best simpel. Ja, en ja, dat. Ik begon zelf met een maatverlangapparaatje. Ik had er wel voldoende aan om te stoppen met roken. Maar ik vond zelf de smaak van een direct lung met beperkte luchttoevoer, vond ik zelf veel fijner dampen. Ik ben zelf begonnen met de Ego Tanks. Die waren echt, ik vond ze beter dan de Ego Tanks van Joytech. Dat zijn deze. Ben ik mee begonnen. Nadat ik zeg maar voor mijn begin een setje afstapte. Je Evo'tje. Ja, voor mijn Evo'tje afstapte. Ik vond het gewoon heerlijke tanks. Ze waren gewoon simpel. En af en toe ruzie met draaihits af en toe. Maar ik had inderdaad af en toe ruzie met draaihits. Maar dat komt omdat ik heel veel kleine hijsjes achter elkaar neem. Wat ik op een gegeven moment met mijn eigen zelfgebouwde coils was het opgelost. Had ik er geen last meer van. Het enige waar ik last van had was als ik hem een tijd niet gebruikte, dat de dingen gingen lekken. Ja. Via de airflow. Dat was dan wel weer jammer. En je gewoon goed moest opletten dat je niet te veel of te weinig katoen gebruikte. Ja, kleine coils, hè? Ja. Dat is met die velocities, is dat je hebt echt heel veel ruimte om te bouwen en heel veel ruimte om je wik in te stoppen. Ja. Ja. Maar ik vind zelf persoonlijk ben ik meer van zeg maar de wat minder minder lucht. Ik vind hem echt, ik zet hem echt op bijna helemaal lucht, bijna helemaal dicht. Ja. En dan heb ik zoiets van oké, dan vind ik de smaak goed. En anders vind ik hem eigenlijk te luchtig. Ja, bij mij staat die wagenwijd ook. Maar ik ga hiermee nog experimenteren met de grootte van de coils en dat soort dingen. Of wat voor en de plek van de coils, wat voor effect dat heeft. Ja, over het algemeen met die velocities, je hebt die airflow hieronder. Die moet zeg maar onder je coils door. En die erboven, die gaatjes, die moeten bovenop je coils komen. Dan heb je zeg maar een goede airflow verdeling. Ja. Dus dat moet nog even mee. Ja. Dus goed positioneren van je coils. Ja. Maar hebben we voor de rest nog wat. Kijk eens even in je notities. Verschillende manieren van dampen hebben we gehad. Ja. En waarmee beginnen? Mouth Lung of Direct Lung? Maar ja, even kijken, misschien over die nicotine high nog een keer. Je had het tijdens de review had je er eentje. Ja, ik was even vergeten dat ik een 12 milligram nicotine niet in mijn verlosting moet doen. Want
Ja, hoe meer lucht erbij komt, hoe beter de nicotine loskomt, hoe beter het op wordt genomen door je bloed. Dus ik had echt na 6 huisjes zat ik echt zo van shit, ik moet de rest van de vloeistof ook nog reviewen. Uiteindelijk ging het wel goed, maar ik moest wel eventjes... Jezus, een beetje het hyperventileren in de keuken zat. Ja, nu ja. Dat krijg je dan. Vliegers. Oh, ik heb het warm, ik heb het warm. Ja, en dan zit je hier ook nog eens een keer onder 2 lampen. Dus dat. Ja. Halogeen lampen geven ook niet zo'n klein beetje warmte af. Ja, ja. Dus even kijken. Verder nog. Ja, wat hebben we nog op het programma staan voor filmpjes? Ik ga de zelfbouwcoil van mijn ego binnenkort opbouwen. Ja, oké. Okay. En ik was nog van plan een review te gaan doen over 3 tabaksmaken. En ik heb nog aardbeien liggen. En ik heb nog die alchemie liggen. Ik heb, even kijken, als dit ding herkennen jullie misschien nog wel. Dat is die de dripbox van Kangertech. En zoals jullie, sommigen van jullie kunnen zien, is dat er in één keer een andere atti op zit. Ik heb de... Atti is dus atomizer. Ja, attachment. Attachment, ook goed. Dus ja. Dus ik heb een andere atti op zitten. Ik heb er een velocity clone op gezet. En ik heb de centerpin vervangen. En daar zal ik even een videootje over maken hoe je dat doet. Mm-hmm. Dus hoe je dus zeg maar een meer high-end RDA als een velocity aanpast voor sponken. Ja. En ik kan wel misschien ook wel wat meer vertellen over, het zal waarschijnlijk wel een filmpje over sponken algemeen worden. Wat nou het voordeel ervan is en misschien ook wel waarom ik het eigenlijk boven drippen prefereer. Ja, en de voor- en nadelen vergeleken met tanks. Ja, ja. Ja, dat is de drippen tegenover tanks, dat is ook wel... Het enige wanneer ik drip is voor de reviews. Daar vind ik het heel handig voor. En voor de rest vind ik het echt zwaar irritant om elke keer mijn driptip eraf te moeten draaien om de vloeistof bij te doen. Ja, daarom is die chuff cap zo handig. Dan kan je er gewoon zo erin gooien. Maar die bottom feeders, ik knijp hier in het flesje en mijn coil wordt ook nat. En je merkt vanzelf wanneer je draaihits gaat krijgen. Want dan, ja, vlak daarvoor dan proef je net even iets anders. Ja. En misschien ook wel een filmpje van jou over... Hoe onderhouden je tanks en je coils? Misschien over schoonmaken en zo. Ja. Nee, misschien is dat wel goed. Dus, genoeg te doen. Ja. En misschien heb ik wel een idee om, als we er tijd voor hebben. Normaal gesproken doen we vlogs eens in de maand. Begin van de maand. En aangezien we merken aan de comments dat jullie die vlogs wel erg leuk vinden. Vandaar halverwege de maand nog eentje. Ja, dat is... En het geeft ons zelf ook een beetje een idee van, we bespreken in ieder geval wat we nog meer gaan doen. Wat we van plan zijn en dingen die we tegenkomen in het journaal zoals altijd. En dingen waar we gewoon in ons leven tegenaan lopen. Kijk, de meeste onderwerpen van onze vlogs, daar komen wij op. Of in verband met waar we zelf tegenaan lopen, wat we zelf merken. Wat we merken bij onze vrienden en kennissen die willen overstappen of net overgestapt zijn. Daaraan krijgen we de meeste onderwerpen. En dan op een gegeven moment, we hadden vandaag gewoon een idee van, weet je wat, we gaan er gewoon voor zitten. En... Ja, maar in het begin van de maand heb je nooit een idee wat de rest van de maand komt. Nee. Dus op zich... Dus op zich om aan de helft van de maand om gewoon nog eentje te doen, dat is misschien niet eens zo'n slecht idee. Ja, en als jullie het elke week willen, moet je even een comment hieronder achterlaten. Ja. Want als we er genoeg krijgen, dan doen we gewoon elke week een filmpje samen. Ja, maar dan moeten jullie wel voor zorgen dat wat meer mensen op bij ons gaan subscriben en ons gaan volgen. Ja. Want En sowieso, laat lekker een reactie over. Reactie achter. Ja. Wil je graag dat wij ergens over hebben? Laat een reactie over en wij hebben het erover. Dat we hebben hartstikke veel informatie en we weten af en toe dan onderwerpen zoeken. Ja, als jullie ze ons aandragen, tuurlijk, waarom niet? We beantwoorden graag ook jullie vragen. Ja, en vergeet ook niet dat we meestal posten de filmpjes posten op onze website. En op onze website kun je ook comments achterlaten en die zien wij ook. Ja, net zoals op Facebook en op Google+. Ja, maar Google+ zijn we niet echt actief. Nee, oké, maar we krijgen er wel melding. Ik wilde daar wel actiever op aanwezig van zijn. Ja, zeg maar YouTube en Google+ die hangen aan elkaar vast. Dus, ja. Dus dat is één ding. En dus ook Facebook en we hebben ook een Twitter-account. Maar
Ja, dan kan je een beetje volgen wanneer we nieuwe video's posten. Maar dat doen we niet echt. Nou ja, op zich dat ene filmpje wat wij toen hadden gemaakt over... dat ding wat heeft Aquoda toen geretweet. Ja, klopt. Ik weet alleen niet welk filmpje het ging. Dat was iets wat toen heel erg in het nieuws was. Ja, dat was van het RCP. Dat, ja, van het onderzoek, ja. Ja. Het was meer een aanleiding van de post van Aquoda zelf, hoor. Ja, het filmpje was naar aanleiding van de post van Aquoda zelf. Maar Aquoda heeft ons filmpje toen geretweet. Ja, en er is ook een dingetje wat ik tot regelmatig wil doen op de website is... Als ergens een artikel in het Engels tegenkomen en dan, ik heb er al twee gedaan, dan vertaal ik die gewoon naar het Nederlands. Ja, zeker als het echt relevante artikelen zijn die gewoon echt wel ook waard zijn om vertaald te worden. Kijk, jij bent goed in het Engels, dus ik waardeer het echt dat jij dat doet. Ja. En wat we ook op onze website gaan doen is af en toe een fotootje online posten met waar we mee bezig zijn. Dat kan, dat is een... Ja, ja, even de app installeren. Ja. Maar, mochten jullie nog vragen hebben, laat die ronde achter. Vind je het leuk? Subscribe. En er zit ook een like-knop, daar kan je ook op drukken. Ja, vinden we ook niet erg. Nee, doe wat je must. Doe wat je wil. Vind je het leuk? Kijk op onze website, op onze Facebook of wat dan ook. Stel ons vragen. Stel ons vragen, laat anderen van ons weten. Ja. Vooral ook als je dingen niet leuk vindt, laat ze ook weten. Als je dingen wel leuk vindt, laat ze het dan weten. We willen feedback. Ja. Als je het ergens niet mee eens bent, laat het ons weten. Of als je als we iets fout zeggen, laat het ons weten. Ja, want wij zijn ook niet alwetend. Nee. We doen ook maar wat. Ja. En, maar dat was het voor vandaag. Jullie weten het. Stop met roken. Ga dampen. En elke damper is een roker minder. Doei! Zo, fondue. Ja.